Hey, mijn naam is Pauline en ik leid jullie nu rond in het atelier van de Junior Argonaut. Let's go! Wow, dat is mooi. Oh. En gaat je dat erop strijken? Ja. Cool. In het zwart doen, deze. Hier zo. En dan dacht ik hier twee vierkantjes te maken, zeg maar, met deze stof en met deze stof. Dus dan moet ik echt hier, ik wil dit soort van stellen. En dan kan dit zo hangen, dat vind ik heel leuk. Je ziet de gat in maken, maar het begint met een kleintje en dan kun je het zien. Hè. Ik zal proberen niet in je huid of in je shirt te kijken. Ja, dat jij eens proberen. Dat is zo slecht. Het is een nieuwe shirt, hè? Ja. Oh, wacht. We gaan naar de Think Twice. En nu keren we terug naar het hostel. En nu gaan we eten. Voilà, het eten was mega lekker en nu komt er een mevrouw praten over het Business Model Canvas. Oké, ik ben net terug van vakantie, dus ik zit 2 afleveringen achter. Ah, dus jij wilt niks verklappen. Amai, dat is inderdaad heel belangrijk. Wow. Oké, ik ga jullie vanavond een beetje uitleggen over het Business Model Canvas. Ik ben Amber en ik had tot voor kort mijn eigen zaak, 100% Amberix. Ik ben daar jammer genoeg mee gestopt omdat ik 25 werd en nog studeerde. En dan wordt een bijberoep automatisch een hoofdberoep, moet je 100 cent betalen. Dus dan heb ik gezegd, ik ga er eventjes mee stoppen. Dus, wie ik ben. Ik heb voor de gelegenheid een foto gepakt van toen ik 16 was, want jullie zijn ongeveer allemaal die leeftijd. En ja, ik wou eigenlijk altijd wel iets doen met mode. Wat dat misschien is. Zeg maar, ook heel leuk is om te doen, omdat je dan heel veel vrijheid hebt, heel veel kan uitproberen. En ik maakte maatkledij voor vrouwen. Ik ga er niet te veel over zeggen. Ik ga jullie gewoon een filmpje tonen waaruit duidelijk zou moeten zijn wat dat het precies is. Ik weet niet of het zichtbaar genoeg is. Schat, maar wat is er bij een meisje? Moet ik dat zo doen? Ja. Voilà, de workshop BMC zit erop en ik moet nu naar huis. Oeh, dat is een super leuke, maar wel zware dag. En het was zeker dat waard.